Hoi, je kijkt naar een gloednieuwe Let's Play Wednesday. Vandaag ga ik Riding Hood Story in Roblox spelen. Dat is eigenlijk gewoon het verhaal van Roodkapje, maar dan op een hele spannende, enge manier. Ik weet het niet. Ik vind het sowieso echt een heel erg leuk verhaal, dus ik kan niet wachten om dit in Roblox te zien. Voordat we gaan beginnen heb ik nog wel een super toffe uitdaging voor jou. Namelijk om deze video een duimpje omhoog te geven, maar welke vinger moet je hiervoor gebruiken? Dat hangt ervan af. Draag jij op dit moment iets, ook maar iets, dat rood is. Dus zelfs als het in je sokken zit, telt het. Check het eventjes en gebruik dan je wijsvinger om op dat duimpje omhoog te klikken. En kan je helaas niks vinden bij jezelf dat rood is van kleur, gebruik dan je duim om op dat duimpje omhoog te klikken. Ik ben er heel erg benieuwd naar en laten we dan meteen beginnen met het spel. We zijn in de game aangekomen en wauw, het ziet er heel erg gaaf uit. Wat een super leuk bos. En die unicorn ziet er ook heel schattig uit. Oké, volgens mij moeten we een schoolbus ingaan. En ik ga naar bus B. Het is een hele populaire bus, want we zitten er nu met z'n zevenen in. Dus dat betekent dat we kunnen gaan beginnen met het verhaal van Roodkapje. Oh my goodness. Hoe ongelooflijk tof ziet het eruit. We zijn dus in onze schoolbus aangekomen. En hier is een heel schattig boshuisje. Even kijken of we erin kunnen. Oh nee, dat kan nog niet. Misschien moeten we eventjes wachten totdat iemand eruit komt. Ding dong, ding dong. Oh, daar is ze. Er is Roodkapje. Huh? Heeft ze oranje haar? Oké, dat wist ik helemaal niet. Maar oké. Ze zegt hallo. Ik ben zo blij om jullie weer te ontmoeten. Weer? Oké. Cupcake Kim Kim zegt ik ook. Het is zo lang geleden. Laten we naar binnen gaan. Oké, nou dankjewel Roodkapje. Het is heel erg beleefd van je. We zijn binnen. Oh my goodness. Oh. Wow. Wow. Huh? Oké, dit is zoveel groter dan ik had verwacht. Oh, hier is de moeder van Roodkapje. Zij ziet er ook heel anders uit dan ik had verwacht. Ze zei, ik ga koekjes voor jullie bakken. Dus voel je vrij om gewoon eventjes rond te kijken in het huis. Oké, we gaan de trap op. Oeh, je kan... Oh, hey, hier is de master bedroom, volgens mij. Leuk, zit er nog iets in de kast? Nee, ik kan hem niet openmaken. Dus we gaan eventjes verder. Oh, hier is nog een slaapkamer. Wow, deze is nog groter dan die ander. Oké, niet zo heel veel bijzonders. Oh, hier is de badkamer. Oké, dat is goed om te weten. Oh, we worden alweer helemaal naar beneden geroepen, volgens mij. Ze zegt, de koekjes zijn klaar. Oeh, lekker. Moeten we dit wel eten? Nou ja, het is de moeder van Roodkapje. Dat kan toch niet slecht gaan. Oké, ik klik erop. Yay. Oh, zij eet het wel. Gamer Girl DD. Maar de rest eet het niet. Ik twijfel. Weet je wat? Het kan geen kwaad om het gewoon eventjes in mijn zak te stoppen. Want ik wil absoluut niet vergiftigd worden. Misschien is het wel iemand die net doet alsof ze Roodkapje is. Ik bedoel, je hebt natuurlijk de wolf. Die ook net doet alsof die haar oma is. Dat is natuurlijk niet helemaal goed. Sorry moeder, maar ik moet er gewoon eventjes zeker van zijn dat ik je kan vertrouwen. Oh, hey. De telefoon gaat. Ja, neem maar op. Hallo. Wow, wat kijkt ze gemeen ineens. Wat is dit? Wat is dat met haar gezicht? Puntje, puntje. Oh my god, oh my god. Ik vind het heel erg creepy. Ze zegt, oh nee. Het spijt me om dat te horen. Oké, dan heb ik een speciale verrassing voor jou. Ik ga het meteen naar je opsturen. Oh jeetje. Oh, daar lag ze weer. Oké, dat is helemaal goed. Ze zegt, Roodkapje, je oma voelt zich niet helemaal goed. Als mijn oma mij opbelt en zegt, oh ik voel me niet zo lekker, dan ga ik niet zeggen, oh het spijt me om dat te horen. Whatever. Ze zegt, kan je deze koekjes naar haar huis brengen? Ja, natuurlijk kan dat. Roodkapje vraagt of ze haar vrienden mee kan nemen. Oh, ik ben een vriend. Wat leuk, dankjewel. Ik vind jou ook heel erg aardig en lief. Ik ken je alleen nog niet zo heel erg goed. Maar vooruit, we kunnen wel vrienden zijn. Is iedereen er klaar voor? Jazeker. Ahaha. Ze loopt wel een beetje blokkerig hoor. Echt zo heel stijf. Oh nee, deze route is geblokkeerd. Nou, dan gaan we toch gewoon deze kant op. Duh. Of dan loop je er gewoon omheen. Dat kan toch ook? Roodkapje is niet zo heel erg slim. Oké, mensen zeggen dat we deze kant op moeten. Maar Roodkapje zegt, maar het is heel gevaarlijk. En mama zegt dat dat niet mag. Maar, mijn oma heeft deze koekjes nodig. Ze is ziek. Het is toch veel beter om appels te geven of zo. Of iets gezonds als iemand ziek is. Maar oké, als ze dat willen. Ga nou gewoon. Yes, he, eindelijk. Oh nee, het begint donkerder te worden. Oh nee, ik heb spijt. Ik wil terug. Ah! Oké, nee, volgens mij moet ik wel eventjes de groep gaan volgen. Nee! Welke moeder stuurt ook haar kind het bos in als het super donker is? Dat is toch niet handig? Als het bijna avond is, dan zeg je... Ja, oma, het spijt me, maar je wacht maar even tot morgen. Oh, we zijn hier aangekomen. Wat is dit nou weer? Een soort van tent? Huh, het ziet eruit als een verroeste tent. Niet zo heel erg goed. Oh, Cupcake Kim Kim zegt... Heeft iemand dat gehoord? Nee, ik hoorde niks. Oh, maar Jimmy Lalala zegt wel... Ik denk dat er iets in de bosjes zit. Oh my god. Ah, waarom is het zo donker? Kijk daar, zegt Roodkapje. Het is een wilde wolf. Oh my... Wow. Ah,
Nee, nee, hij is zo creepy. Ren, zeggen ze. Oh, oké, we gaan deze kant op. We gaan maar gewoon weer terug naar ons huis. I don't like it. Ik voel Roodkapje. Ik denk dat het ons wel gaat lukken om weg te rennen van de wilde wolf. Kijk nou hoe ontzettend donker het is. Oh nee, we zijn weer bij de boom aangekomen. Ja, ga dan gewoon naar huis. Ga deze kant op. Oh, nee, nee, nee. Maar we moeten... De wolf kwam achter me aan. Oh my god. Waarom blijft Roodkapje hier staan? Wat? Hallo? We gaan gewoon eventjes deze kant op. Is de wolf al weg? Oh, ik schrik er helemaal van. Ik zag hem hier zo ergens in de verte. Oh nee. Oh nee, hij komt achter iedereen aan. Kijk, ze hadden allemaal dezelfde gedachten. Ze hadden zoiets van, kom, we gaan weer terug naar huis. Maar we kunnen natuurlijk niet naar binnen. Nee, nee, nee. Dat zou het spel niet toe willen laten. Roodkapje bleef gewoon daar staan. Misschien hadden we ook gewoon bij haar moeten staan. Dan waren we veilig. Oh, we zijn weer terug bij de kampeerplek. Roodkapje zegt, dat was zo eng. Ja, dat vond ik inderdaad echt super eng. Is iedereen er? 1, 2, 3, 4. Uh-oh. Uh-oh. Nee, volgens mij niet. We waren met z'n zeven en nu nog maar vier. We moeten ervoor zorgen dat we de veiligheid opzoeken. Ja, vind ik goed. Kunnen we terug naar huis? Was niet zo heel ver. Laten we deze koekjes eten. En dan blijven we hier gewoon eventjes slapen in deze hut. Oké, ik ga hier slapen op het matras. Bye. Ga slapen. Ik probeer te slapen. Hoe? Er staat echt zo heel passief-agressief. Go to sleep. Maar het lukt me niet. Oh, ik ga gewoon staand slapen. Prima. Oh jeetje, het regent. Nee, donder. Oh jee. Waar moeten we naartoe? We rennen. Er is ergens een grot. Volg mij, zegt Roodkapje. Ja, waar ben jij? Waar is ze? Waar is Roodkapje? Verdorie. Oh my... Waar is ze? Ik ben er kwijt. Ik rende achter alle mensen aan. Maar ondertussen proberen we de grot te vinden. En mijn health... Oh nee. Oh, daar is een grot. Kom op, alsjeblieft. Ga ik het halen? Ja. Oh nee. Nee, ik ben dood. Nee. Ik wil door. Respawn. Maar er was wel één iemand die het had gehaald, toch? En nu ben ik weer in mijn eentje. Hey, het is eindelijk ochtend. Dus nu kunnen we doorgaan op onze reis. Oké, laten we gaan. Yay, let's do it. Maak je niet een beetje zorgen, Roodkapje, dat er geen vrienden meer over zijn? Behalve ik. Ik ben de enige. Ze heeft echt zoiets van, oh, vijf mensen dood. Ach ja, kan gebeuren. Het ziet er naar uit dat deze stenen het pad hebben geblokkeerd. Maar we kunnen toch wel overheen springen of zo. Oh nee, dat kan natuurlijk weer niet. Volgens mij is er iets wat we kunnen gebruiken bij het oude kampvuur waar we net langs zijn gelopen. Dat zeg ik. En Roodkapje zegt, oké, kan je eventjes checken of er iets is wat we kunnen gebruiken? Ja, dit ding. Oh, ik heb hem. Yeah, Roodkapje, ik kom je halen. Het is helemaal niet agressief hoor. En go. Oké, gebeurt helemaal niks, maar ik kan wel met deze stenen. Wow, deze dingen zijn echt... Oh, dat ging makkelijk. Goed gedaan, zegt ze. Oh, wat gezellig. Een bloemenveld. I love it. Kijk naar al deze bloemen, zegt ze. Daar was ik mee bezig. OMG, ze zijn zo ontzettend mooi. Ja, kunnen ze plukken? Kunnen ze maaien? Volgens mij moeten we een aantal plukken voor mijn oma. Zou er echt heel erg van houden. Ja, dat denk ik ook wel. Welke gaan we plukken? Deze paarse? Wow. Creep, wat gebeurt er? Oh my god. Ah, nee, de wolf. Roodkapje. Nee. Roodkapje is gekidnapt. De wolf heeft haar gepakt. We moeten haar nu meteen vinden. Ben ik het mee eens, Jamila? Wat een goeie. We moeten door het doolhof binnen 50 seconden. Ik ben hier altijd zo ontzettend slecht in. Ik vind het lastig. Oké, niet dan... Oh, nee. Dit loopt dood. Oh, we hebben nog maar 36 seconden. Moet ik deze kant op anders? Nee, dit loopt ook dood. Oh, nee. Nee. Kom op. Jamila, je kan het. Hier, dit ziet er licht uit. Oh, ja. Oh, nee, verdorie. Verkeerde kant. 20 seconden. Kom op. Hier waren we net ook al. Dus misschien moet ik dan deze kant op. En dan deze kant. En dan... Oh, nee. Nee, het loopt dood. Nee. Roodkapje. Ik was zo dichtbij. Help. Hier ben ik, zegt ze. Oké, respawn. Snel, we moeten de brug gaan crossen en we moeten haar veiligstellen. Oké, wow. Er kwam eventjes een krokodil langs. Wel een gevaarlijk bos hoor, hier, Roodkapje, waar je woont. Let's do it. Oh, we hebben nog maar 15 seconden. Oh my god. En yes! Ha, we zijn er. Waar is de... Roodkapje, ik heb je. Ik ga je eventjes vrijmaken. Ja, helemaal goed. Kom maar, Roodkapje. Ben je er weer? Dankjewel, zegt ze. Graag gedaan. Wacht eens even. Waar is...
is het mandje met koekjes gebleven? Volgens mij heb ik het laten vallen aan de andere kant. Ja, hallo. Oké, nou mag ik weer teruggaan over deze lily pads. Waar is het mandje? Oh, daar is het mandje. Er zaten volgens mij geen koekjes in. Maar ik heb het gevonden. Oké, Roodkapje is naar binnen gegaan. Ze zegt, oma, hoe gaat het met u? Oh, hallo Roodkapje. Ik heb op je gewacht. Oh, oma, je stem klinkt zo raar. Is er iets mis met je? Nou, en bedankt hè, Roodkapje. Ik heb zo mijn best gedaan op oma's stem. Ik heb een aantal koekjes voor je, zodat je je beter gaat voelen. By the way, oma, ik was net gekidnapt door een wolf. Oma vraagt of ze de koekjes op het kastje kan zetten. Ja hoor, natuurlijk wil ik dat wel. Wow, oma, wat heb je grote oren. Ja, dat is zodat ik je beter kan horen. Wow, oma, wat heb je grote ogen. Je ogen zijn helemaal niet groot, maar het is wel een wolf. Hallo? Oh ja, nou gaat ze iets zeggen over de tanden. Wat heb je grote tanden? En dan zegt oma, alleen maar beter om een hapje van je te nemen. Ah, oh nee, wat een verrassing. Het is de grote enge wolf. Roodkapje zegt ook letterlijk, hè? Jij bent mijn oma helemaal niet. Echt IQ van 2000. OMG, de wolf is daar binnen. Ja, kom nou, laat me erin. We moeten haar redden. Zullen we naar binnen gaan? Ja, of had ik nee moeten zeggen? Ik had gewoon Roodkapje daar moeten laten zitten. Het is haar eigen schuld dat we al mijn vrienden kwijt zijn. Maar goed, ik heb gekozen en ik zeg, laten we naar binnen gaan en Roodkapje redden. Yes, let's do it. Waar is Roodkapje? Waar is Roodkapje? Dat is wel een beetje gek. Het is heel erg stilletjes hier zo. Ze kan niet het huis uitgekomen zijn. Nee, hier is haar bed. Hier is het kastje met het mandje dat helemaal leeg is. Dus heb ik speciaal dat mandje gehaald. Zaten er niet eens koekjes in. Ik moet maar gewoon eventjes kijken of ze in de kelder is. Ja, natuurlijk. Altijd in die kelder. Zo eng. Oh, we zijn zomaar ineens gewoon de kelder ingegooid. Waar is ze? Oh jeetje. Oh nee. De wolf zat in de kast. Wat een creep. Oh nee, 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 nee. De wolf komt eraan. Oh my god, 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 oh my god. Ik kan zijn voetstappen horen. Ja, ik moet een heel snel een wapen vinden. Oké, ik klik overal op. Maar, waarom is... Oh, hier. Yes, yes, ik heb wat gevonden. Nee, daar komt de wolf. Oh my god, dat ding is zo creepy. Wolf, dacht je nou echt dat je kon verstoppen van mij? Wolf, je hebt een Roodkapje en je hebt oma opgegeten. Heb je nou echt nog steeds honger? Waarom heb je mijn vrienden vermoord? Oh, dat was echt geweldig lekker avondeten. Mis je je vrienden? Ja, natuurlijk, zegt Jamila. Nou, gelukkig maar. Je kan ze weer vinden in hel. Wat? Als er iemand naar hel gaat, dan ben jij het wel, wolf. Alles wordt helemaal rood. Wat gebeurt er? Oh, ik vind het heel erg spannend en eng. Ik ga jou naar hel sturen. Kijk, dat is de attitude. Goed zo, Jamila Lala. Oh nee, echt niet, zegt hij. Oh jeetje, ik ben ook wel gewoon in mijn eentje hier. Ik pak je, ik pak je. Take that, you heartless beast. Oh my god. Dat was... Dat was het. Nou, heel erg moeilijk was het niet, maar het was wel super grappig. Woe, daar ga ik. Ren, snel. Terug naar Roodkapjes moeder. Oh jeetje, we gaan weer terug. Oh, eeuw, oh, dat geeft me echt kippenvel. Wat creepy, hij heeft het wel gewoon overleefd. Niet zo heel erg leuk, maar... We hebben het gewonnen! Yes, ik ben er zo ontzettend blij mee. Ik baal wel enorm, want ik heb hier zoveel geld aan uitgegeven. Maar het was het waard, want het verhaal was toch wel echt heel erg spannend en leuk. Als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent het dat je hem helemaal tot aan het einde hebt bekeken. En dat kun je bewijzen door de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, wat is jouw favoriete sprookje? Ik ben er heel erg benieuwd naar. Laat me zeker eventjes weten in de reacties hieronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Bye bye!